Alles wordt chrome. Ik snap dat eigenlijk nog steeds niet in Fortnite. Dat ze, dat, ja, wat heeft dat chrome nou met het hele verhaal te maken? Ik bedoel, het ziet er wel sexy uit. Kijk dan. Oeh. That's an order! Oh no! What the hell? Is dat een persoon? In principe was dat chrome al een kleine teaser in het laatste seizoen, hè? Omdat in het vorige seizoen in de Battle Pass had je ook chrome skins. Kijk hier dan. Vliegt als een gek overal langs. Holy damn! Wat is die gemaakt, gek? Ga je een gat... Oh, naar het nieuwe seizoen. Hatsflat, denk ik. Oh, dat is een Battle Pass skin. Dat was volgens mij een Battle Pass skin. Oh, damn. Nieuwe seizoen van Fortnite. Dat zijn al twee Battle Pass skins. Dat is er één. En Gwen. Oh, wat ziek. Oh, het ziet er ook zo smooth uit. Ja, ik vind die Spider-Man echt lijp. Alright, boys. Ik ben hier bij seizoen 4 van Fortnite op het homescherm. En jullie kunnen het misschien al raden. Ik heb dit lang niet gedaan, maar we gaan het vandaag weer een keer doen. Check maar even rechtsboven in je beeld. Ik heb 14.600 V-Bucks. Wat betekent dat ik de hele Battle Pass ga kopen. Ik weet niet of dat eigenlijk genoeg is. Gaan we nu achterkomen, want ik wil al deze skins namelijk als eerste al gewoon hebben. Ik wil daarvoor jullie bedanken dat ik dit kan doen. Gebruik de code VTORBE in de itemshop als je mij wil supporten en helpen. Zou ik super tof vinden. En ik wil ook in komende video's wat mensen shoutouts geven die mijn code gebruiken. Stuur dat even door naar mijn Instagram, @VTORBE. En wellicht krijg jij een dikke shoutout in de volgende video. Nou, ik koop deze maar van 25 levels. Hartstikke idee. Dan hebben we al gelijk 25 leveltjes gefixt. Wat krijgen wij? We krijgen nummer 1. Paradigm Reality. Oké. Met 5 sterretjes. Leuk. Oh, we krijgen gewoon heel veel sterren. Krijgen we alleen maar sterren vandaag? Ja, oké, leuk. Maar ik wil weten wat ik heb gekregen. Of moet ik dat... Oh, dan moet ik unlocken het. Eens even kijken. Een banner. Een... Oeh, een pickaxe. Deze is wel nice. V-Bucks 5. Een glider. Ja, deze boeit... Een control boeit me eigenlijk nooit zoveel. Die gebruik ik ook nooit. Nou, dan moet ik natuurlijk weer alles claimen. Dus ik doe page 1 gelijk in één keer. Hartstikke idee. Komt u maar... Ja, ja, ja. Dit hebben we allemaal gezien. Gaan we naar pagina 2. Oeh, deze skin is ook lijp, ouwe. Bites heet die. Deze skins kunnen natuurlijk allemaal nog aangepast worden later in de sessie. Nou, die claimen we dan ook maar allemaal gelijk. Oh, ik heb dit zo lang niet gedaan, jongens. De hele Battle Pass gewoon in één keer kopen. Wat, kijk deze chrome pickaxe dan. Oh, dit is echt een zieke Battle Pass. Ik maak geen grap. Ik vind het echt een vette Battle Pass. Oh, en hier hebben we een tweede versie van de eerste skin dus. Ja, en een tweede versie van de tweede. Deze kan nog misschien wel eens heel erg camouflage geven, hè? Oh, deze skin is wel een goede camouflage skin. Oh, ik ga nu gewoon al die levels kopen. Oké, nu gaan we erachter kopen. Komen hoeveel dit gaat kosten. Oh, hebben wij genoeg? Ja! We hebben genoeg. We houden nog 700 V-Bucks als het goed is over. Volgens mij zijn we zijn level 101. Ik ben al level 101. Oh nee. Het is veel te makkelijk om het zo te doen. Nou, dan gaan we alles maar gewoon claimen. Dan gaan we nu alles claimen en kijken wat we wel hebben unlocked. Op de volgende pagina hebben wij Gris. Oh, wat een zieke skin. Kijk, ik ga hem waarschijnlijk niet gebruiken omdat hij veel te groot is. Maar hoe kom je erbij om een beer in een beer te douwen? Denk ik. Met een PlayStation 5 controller. Nou, helemaal leuk. Weer een variant van die skin. Nou, claimen we ook maar weer allemaal. Oh ja, je krijgt trouwens ook een V-Bucks terug, hè. Dus we hebben dadelijk meer V-Bucks dan ik dacht. En dit is weer een nieuwe skin. Miauw. Miauw skill. Miauw, miauw. Oh, en een emote. Wat is de emote? Laser focused. What the hell? Dat is gewoon net als dat je zo'n laser bij een hond houdt, weet je wel. Die kijkt, oh, zo, overal heen. Ik denk dat mensen wel weten wat ik bedoel. Oké, okay, wat is de volgende pagina? Oeh, Lennox Rose. Oeh, oké. Okay. Stoere meid, stoere meid. Met een V. Met een V op de arm. V, V chick. V chick. Hey, wat vinden we daarvan? En nog een emote. Wat is het? Oh shit. Oh, dat is wel vet. En dan zet hij hem dadelijk weer terug in zijn buik, zeker. Wauw, oké. Okay. Claim ik ook maar weer allemaal. Jongens, wat een rewards allemaal. Heerlijk. En Lennox Rose. Oh, dit is weer een variant. Weer een variant van die andere skin. En dit is ook een variant van de allereerste skin die ik krijg. En weer een emote. Wat is deze? I love it! Wat ga ik doen naar die skin met een V op de arm? 100%. Oh, en dan moeten we nog drie pagina's. Oké, dit is weer een variant. Het Mio Skulls en een nieuwe skin Twin. Ik weet niet. Dit is een beetje een mannelijke versie van... Oh, een menselijke versie van Hulk of zo? Nee, I don't know. Ik weet niet wat ik van deze vind. Niet super cool of zo nog. Nou, die claimen we ook gewoon lekker. Komt u maar. En dan komen we bijna bij de laatste pagina. Ik moet volgens mij eerst moet ik het allemaal unlocken. En dan krijg ik de skin te zien of zo. Wacht. Oké. Okay. Kijk, ik kan deze skin krijg ik niet te zien. Je krijgt dan een emote te zien. Of is het een emote?
Oh, huh? Wacht, wat? Die mannelijke dude transformeert naar die vrouwelijke. Wat? Ik was al zo in de war van, huh? Dat klopt hier iets niet. Trudor Dare. Oh, dit is wel een stoere meid. Oké, nice. Hier hebben we nog een variant van skin nummer 1. Alright, alright. En dan hebben wij nog een Contrail. En de rest boeit eigenlijk allemaal niet zoveel. En dan komen we bij de laatste pagina. Oeh, met die vrouwelijke Spider-Man skin volgens mij. Ja, man. Oh, deze is ook wel gewoon een beetje sexy. Toch wel een beetje of niet, jongens? Oh, ik vind deze echt heel vet. En ik ben zo benieuwd wat de verschillende varianten zijn die je met deze skin kan halen. En nog een emote. Oké. Okay. Oké. Okay. Dat kan ik ook. Kan ik ook. Ik zal het nu niet voordoen, want dat is de kamer te klein voor. Maar ik kan dat heel goed, jongens. Geloof mij maar. Oké, okay, claim all. Yes. Oh, wat ziek. Oh, wat ziek. Oh, is dit een backbling? Wat? Die ziet er zo raar uit. Oké, okay, vet. Oh, en die skin. Ik ga Spider-Gwen gelijk aanzetten. Gelijk, 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 gelijk. Yes. Oké, okay, wat zijn de verschillende varianten? Oh. Oh, dan wordt het gezicht. Oké. Okay. Maar dat is toch niet de enige variant? Bonus rewards. Oh, dat kunnen we nog niet zien. Oké. Okay. Maar ik ben wat zijn alle bonus rewards? Een zwarte variant van de twin. Een oh, deze is wel vet. Deze vind ik al vette. Hier hebben we een groene. Een emote hier. Zonder geluid. En we hebben hier een roze variant. Met een V er weer op. En ook een oh, dit zijn de roze varianten. Oké. Okay. Oh, en dan komt er nog veel meer. In 18 dagen. Woe! Oké, okay. Ik ben heel erg benieuwd, jongens. Vandaag gaan we nog geen potje spelen. Dat komt morgen. Ik ga genoeg challenges en video's maken van het nieuwe Fortnite seizoen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar de video. Vind je het leuk? Doe een blauwtje omhoog. Abonneer beneden op mijn kanaal. En zie ik morgen bij een nieuwe video, jongens. Later.